Laten we zalm braden met ui en tomatensalade en een paar andere dingen. We hebben een verse zalmfilet nodig, verwarm de oven terwijl we zout en peper eraan toevoegen. Oven een tijdje aanstaat, zodra de pan heet is, diep de zalm erin. Laat het aan beide kanten knapperig kleuren. Het duurt ongeveer 8 minuten om te koken als de oven heet is. Vergeet niet om te draaien om het aan beide kanten knapperig te maken, het ziet er heerlijk uit. Laten we nu salade maken. Dit is wat we nodig hebben om de salade te maken, het allemaal in helften voor te snijden. Dan ui in dunne plakjes en tomaat een beetje dikker plakjes dan de ui. Zoek een kom en gooi de ui en tomaat erin. Voeg alleen hete peper toe als je dat wilt. Nu kun je zout en peper toevoegen, ook citroenen bovenop alles persen en goed mengen. En vergeet niet om hete peper toe te voegen als je besluit het roodgloeiend te eten. Als je geen ui eet, kun je komkommersalade maken. Inmiddels weet je wat je moet doen. Hak de komkommer in kleine plakjes, voeg zout en peper toe, pers de citroen uit. Meng goed en je bent klaar. Geroosterde zalm mix goed met witte rijst. Als je wilt, kun je wat gehakte knoflook over de koekenpan gooien, als de knoflook bruin is. Gooi een beetje rijst en meng het met de zalm omega-olie, is heerlijk. Om goed gebruik te maken van de zalmolie, kun je er ook gekookte aardappelen op bakken. Of het eten met gekookte yuca. En na een goede maaltijd kunt u ontspannen met een kop warme koffie of thee. Genieten van de maaltijd. Ik schrijf boeken voor hobby, je hoeft het niet te kopen. Als je Amazon Kindle hebt, kun je het gratis lezen. Misschien vind je het verhaal van een van mijn boeken leuk. Bedankt voor het bezoeken van mijn pagina.